De 41ste editie van Jazz in Juketown. Het is vrijdagavond. Het weer zit mee. Publiek heeft er zin in. En achter mij gaat dadelijk de band uit Zetterenbosch, S5, gaat het festival openen. Dus de komende dagen kunt u genieten van jazz uit Zetterenbosch. We beginnen vandaag op de parade. Vandaag deel 1, de vrijdag. Vol gas geven met deze kerels, want ze zijn allemaal super enthousiast. Ja. Het is even wennen, want alles wordt vervangen. De gitaar, bas, toetsen, alles wordt vervangen door blazers. En dat is voor mij juist de uitdaging, om te kijken of je gewoon pop- en rockmuziek ook kunt brengen in een jasje met alleen maar komen. Vrijwilligers hebben in dit festival. Gedurende het jaar zijn er rond de 40 vrijwilligers die het festival helemaal organiseren. En dan in het weekend worden dat 160 vrijwilligers. En dat zijn mensen die een dag komen, drie dagen komen, vier dagen komen. Voor alle soorten maat. In transport, in podiumbegeleiding, artiestenbegeleiding, communicatie, piek voor de muziek. Dus ja. Juketown Horens en speciaal voor Jazz in Juketown zijn we bij elkaar gekomen eigenlijk om zo'n beetje met elkaar muziek te maken. Jullie zijn normaal gesproken geen vaste groep? Nou, met merendeel zitten we wel bij een carnavalsvereniging, maar spelen we niet in deze samenstelling of deze muziek, zeg maar. Nee. Dus jullie staan hier op een soort van open podium? Ja, inderdaad. Een vrijbaar podium hadden ze voor ons klaarstaan en daar mogen we nou door de hele stad mee spelen. Please play my rhapsody, and if you can.
De jazzwerkplaats is een plek waar eigenlijk van alles mogelijk is. Om mensen verder te brengen in wat ze leuk vinden. Zingen of echt instrumentaal jazz. What a great ovation. Your interpretation of I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies for doom. Bag a ninny, don't you be a ninny. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. We have to do you do do do. Ja, heel leuk, heel gezellig. Ja hoor. En, het gaat nog even door, hè? Ja, nog 3 dagen toch? Tot maandag. Voor ons is het met name het doel om mensen bij elkaar te brengen en een zetje eigenlijk in de rug te geven om een weg verder te gaan in de muziek. Ja, ik zing eigenlijk al jazz mijn hele leven. Mijn hele familie maakt jazzmuziek. Mijn ouders, of mijn moeder heeft dit café 2 jaar geleden gekocht. Toen moest ik wel beginnen met echt te zingen. Ik durfde eigenlijk niet, want iedereen bij ons kan heel mooi zingen. En dan vind ik het best wel moeilijk, zeg maar. Maar inmiddels zingen wij hier heel veel voor onze gasten. En het is nou Jazz in Juketown, maar het is hier eigenlijk altijd Jazz in Juketown. Let me see what swing is like on Jupiter. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart in songs and let me play forevermore. You are all I love for, all I worship and adore. In other words, please be true. Thank you.
nou het gevoel als je speelt op Jazz in Juketown? Ja, het is feest. Ja. Feest? Ja, zeker. Spelen jullie zelf ook muziek? Gitaar. Speel je gitaar? Gitaar, ja. In een band of? Nee. Akoestisch? Akoestisch, ja. En wat voor muziek speel je? Ja, Johnny Cash, dat soort, ja. Zo. Beetje Bob Dylan erbij? Ja, ik ben al met beginnen hoor. Ik ga even kijken. Heb je in ieder geval de goede artiest uitgezocht? Ja toch? Ja, zeker. Zeker. Nou, heel veel plezier. En zeker hier in de bos, hè? Ja, fijne stad hier. En goed gestudeerd? Heel erg weinig, moet ik zeggen. We hebben hem van de computer af gedownload, want iedereen kon er van tijd eraf halen. En we zijn wel 2 weken terug op zaterdag even meewezen spelen. En nou, dat was heel erg leuk. Dus nou, thuis niet echt gerepeteerd. Nee. Als ik zeg, wat is Jazz in Juketown voor jullie? Super ontspanning, ja. Lekker muziek maken, genieten met elkaar. En geen rottigheid, vooral feest. We zijn begonnen eigenlijk als een echt een Hammond-driven combo, zeg maar. Waarbij het Hammond centraal stond en wat eigenlijk voornamelijk instrumentaal was. Swoogaloo, of Boogaloo, jazz, een beetje soul flavors. En langzamerhand is het steeds meer gegroeid naar een soul ding. En er kwamen zangfeatures bij. En nu eigenlijk op het nieuwe album hebben we best wel een switch gemaakt. Is het veel meer rock geworden. Alles wordt gezongen door Ivan, dus we hebben gewoon één zanger. We hebben niet meer verschillende gastartiesten, zeg maar. En er staan nog wel een paar Hammond solo's op, maar het is veel meer echt een bandplaat geworden. Met één vocalist die centraal staat. En we maken en schrijven ook alles met z'n vijven. En wat heel bijzonder is, je kunt het niet echt omarmen welke muziekstijlen dat het zijn. Ik hoorde een beetje Booker T, zelfs een beetje Al Cooper, Garth Hudson. Ja, het is een beetje een mengelmoes wat Sven Hammond zo maakt. Maar ik denk op dit album dat er wel echt een bepaalde sound naar voren is gekomen. En dat is toch wel een beetje blues, rocky, soul. Wij noemen het zelf Dirty Greedy Soul. Merk jij de zanger Ivan? Hoe ik hem kenmerk? Zeer getalenteerd, gedreven, serieus, bescheiden en dat zegt het wel volgens mij. Fenomenaal.
Check nog een keer de single op YouTube, Golden. Want het is voor de muziekliefhebbers een topper. Ja, zeker, zeker. Die moet je hebben. Ook voor mensen die niet van muziek houden, is het ook te gek. Jan, vanwaar de combinatie met Erik Vloeimans? Nou, dat is op een of andere manier zo gekomen. Hoe? Ja, dat vraag ik me nog steeds af, maar het is wel oké. Je vraagt je er nog steeds af? Ja. Het is een keertje een jam sessie, geloof ik. En, ik weet het niet meer. Iets met North Sea, geloof ik. North Sea Jazz. Ja, die hadden ons gezien een keer. Ergens hadden we een jam sessie gedaan en dat vonden ze een uitstekende combinatie. Nou, voor het jazzfestival vind ik dat ook leuk. Wij zijn natuurlijk in Den Bosch heel trots op Erik Vloeimans, want ja, je hebt echt gewoon een bepaalde authenticiteit die je tentoonspreidt in je spel. Ja, dat gaat gewoon vanzelf. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Een beetje hard werken op dat ding, hè? Dat moet wel een beetje, je moet wel wat voor doen. Dat snap ik. Ja. Ik sta in 's-Hertogenbosch op de parade tijdens de vierde en tevens laatste dag van Jazz in Duketown. Mensen zijn niet minder enthousiast omdat het de vierde dag is. Sterker nog, ze zijn lekker gemotiveerd. De sfeer zit er hier goed in. En de jazz die trilt hier door Den Bosch heen. Dus laten we nog even lekker gaan genieten. We staan hier in de VIP-ruimte, geweldig overzicht en ik zie hier de jongste jazzganger. Maar hij heeft de koptelefoon op, komt er muziek door of wat is dat? Hij moet een beetje beschermd worden nog met zijn oortjes en hij houdt nog niet zo van jazz. Yeah, het gelemt het geluid, ik zie het, hij ligt helemaal lekker te slapen. Ja. Zeg, hoe vind je het festival? Ja, ik vind het heerlijk. Vanaf vandaag eerste dag of alle dagen? Nee, vandaag eerste dag.
hadden voor vandaag mooie kaartjes kunnen krijgen. Dus we dachten van nou, het is lekker weer nog. We gaan vandaag eens kijken hoe dat het is. Ik hoop dat u thuis genoten heeft van 4 dagen jazz in Duketown.